Belgen en zij vinden dat er veel meer landgenoten mee moeten doen met te land, te zee en in de lucht. Dit is die end, maar ze moeten eerst nog gaan beginnen. De ploeg van Luc van den Borden komt uit Weelde. En kijken hoe ze het er vanaf gaan brengen. Heel geconcentreerd, kijkt die camera bovenop die alles registreert. Nou ja, daar hebben we onze eigen camera's voor. En kijken ook of het lukt. Ze gaan hard en ze draaien met het wieltje. Kijk eens, ze komen perfect tot stilstand. Prima zeg van deze Belgische deelnemers. En ik hoop inderdaad dat er veel meer van dit soort leuke deelnemers mee gaan doen aan te land, te zee en in de lucht. En nu wordt er gemeten. 1,58 meter. Ik moet zeggen dat ik zou het heel knap vinden als jullie de baan weten te vinden. Hallo Jack. Oh, goedemiddag. Daar moet je goede ogen voor hebben om door die glazen te kunnen kijken, hè? Nou, nee, dat is toch echt niet. Want de glazen zijn speciaal geslepen alleen voor deze baan. En wat zien jullie nu, wat ik niet zie? Nou... Wat zeg jij? Hebben we van een paar test gekregen, dus we zien ook niks. Nou, die reden voortreffelijk, hoor, vond ik. Ik denk wel dat het gewoon goed gaat. De bril is goed, alles is goed. Het moet lukken. Deelnemers, opgelet. En zoals de wielrenners zeggen, de moraal is goed. Want kijk eens, 8 groet Makkum. Ze hebben er enorm veel zin in. Ze hebben de stress en de spanning een beetje nodig. Zei Wim ook. Kijken of het allemaal goed gaat. Ze gaan ervoor. Kijk, ze sturen. Kijk met die kleine wieltjes. En ze kunnen heel goed bepalen hoe dicht ze bij het einde gaan komen. Hoe dicht ze bij het... Ai, 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 dat is net iets te veel gegokt. Dat is jammer, zeg. Nou, pech, maar ze lachen. Sorry jongens, jullie hebben het niet gehaald, want jullie staan met 1 wiel over de rand. En dan wordt het afgekeurd. Wist je dat al? Kan je niet net als wij een oogje dicht doen zo? Eentje? Leuke mannen. Dit zijn ook leuke mannen en we zien de voorbereiding van Johan Panneman en Hans Rosters. Ze komen uit Stadskanaal. En wat gaan ze bouwen? Dit lijkt wel een surfplank op wielen. En ze gingen ook daadwerkelijk oefenen. Kijk eens, wat gaan we hard, hè? Nee, er gaat niets mis. Het is niet de funniest video's. Het is gewoon de voorbereiding. En kijk eens hoe goed dat gaat. We zien het. Dit wordt een vliegtuig. Een vliegtuig in oranje gespoten. Oranje-rood. Je wordt er niet mooier op met zo'n kapje, maar dit ziet er prachtig mooi uit. Stadskanaal, zo zou je het ongeveer wel uitspreken. Kijk eens, de propeller doet het vliegtuig doet het. De emmer erachter, die moet voor het... Ja, die gaan remmen. Kijk, die lopen vol met water. En het is het ei van Columbus. Maar ze hebben iets te snel die emmers erin gegooid. Prachtig mooi. Kijk, zo zie je allerlei soorten constructies. En het een werkt en het andere ook. Kijk maar, gewoon de emmers overboord gooien. Die lopen razendsnel vol met water. En dan staat hij stil. Iets te ver van het einde, dat is jammer. Dat gaan we nu bekijken. Jan Ikema, hij meet. En hoeveel is het? U ziet het, 3 meter en 84 centimeter van het einde. Een hele vreemde combinatie. 2 slagers en 2 verpleegsters. Kom er maar op. Ze komen uit Zevenhuizen en De Wilp en ze doen ons de groeten. Maar wat wij willen weten is of het ook allemaal goed gaat. Ook zij gaan de truc met de emmers uithalen. Kijk, prima. Ze hebben te dunne touwtjes. Die emmers die lopen vol, die krijgen te veel kracht en die worden te zwaar. En die gaan eraf. Jullie hadden al eerder meegedaan, toch, aan vierwielen? Ja, 2 van ons wel en 2 van ons niet. Hadden jullie met die eerdere ervaring iets gedaan bij het ontwerp van deze rijdende klomp? Vorig jaar ging goed. Wat zeg je? Vorig jaar ging het helemaal goed. Maar heb je toen gedacht van, oké, dat ontwerp, daar moet ik iets mee doen? Of heb je het een totaal ander concept, dit? Hey, precies dezelfde ontwikkeling weer. Alleen toen bleef ik precies hier op het randje haken. En nu dus niet. Het team van Edward Bastiaanse. Deelnemers. Beetje beschutting tegen de regen die zo nu en dan hier valt in Makkum. En dan even kijken hoe het gaat. Wat is dit nou? Wat is dit? Oh, het herstel. Een soort flipperkast. Nou, kijken of de boel op tilt gaat. Ja. Ja, inderdaad, prachtig. Kijk maar, 1 klaut het er weer uit. Nou ja, hoe het zo mis kan gaan, onvoorstelbaar. Kijk nou eens, hop. Je bent maanden bezig met de voorbereiding. Ja, een paar weken, 3 weken ongeveer. Dan kijk je ernaar uit, naar het moment. Ja, en dan? In de toren. Dan sta je bovenaan de toren. Ja, zenuwachtig. En dan ga je naar beneden. En dan? Nou, vertel het zelf maar. Ja, nou, ik weet niet waar ik meegemaakt heb, maar het bleef zo'n beetje aan. Jongens, dit was flipperen voor volwassenen. Ja, foutje in de besturing, ja, kan gebeuren, hè. Hey, maar volgens mij was het best eng ook op een gegeven moment, want jullie gingen van links naar rechts. Ja, ik dacht dat. Wie stuurde er nou van jullie? Ik denk dat ik dat was. Hij? Nou, ik denk dat jij een rondje moet geven. Dit zijn de volgende deelnemers, enigszins onherkenbaar. Vincent de Boer en Rink de Jong. Ze komen uit Makkum. En in Makkum gebeurde het allemaal. Wat is de watertemperatuur? Dit is Makkum. Makkum ligt aan de dijk die de grens vormt tussen zoet en zout water. Opvallend is de grote scheepswerf. We zien hem hier op de voorgrond liggen, waar voor opdrachtgevers uit de hele wereld de meest luxueuze pleziervaartuigen worden gebouwd.
Het meest karakteristiek zijn de vele oude gerestaureerde panden in Makkum. Het oude wagenbouw dateert uit 1698 en staat op de hoek van de Waagsteeg en de Pruikmakershoek. In de gevel zijn fraaie gevelstenen de stille getuigen van lang vervlogen tijden. Tegenwoordig zijn hier het VVV en het Fries Aardewerkmuseum gevestigd. Op de turfmarkt staan diverse gerestaureerde panden, zoals dit handwerkwinkeltje en dit pand met het wapen van Makkum, de Zeemeermin. De turfmarkt is wereldberoemd geworden door de hier gevestigde aardewerkfabriek. Per jaar brengen zo'n 65.000 mensen een bezoek aan deze fabriek. Vincent en Rink lopen via het achterdijkje naar de sluis, die karakteristiek is voor Makkum. De haven biedt de vissers de nodige beschutting. En dit is Makkum buiten. Het heeft alles wat de vakantieganger kan wensen. Een breed strand met ondiep water, zeer geliefd bij de windsurfers, en een grote camping en ook de Marina Makkum voor de watertoerist. Makkum ligt te midden van ongerepte natuurgebieden. Het is er prachtig. Ja, en dan zitten we hier dus met de twee deelnemers uit Makkum, Vincent en Rink. We hebben de huiskamervraag. Ga jij hem stellen? Ja. Welke afbeelding staat afgedrukt in op het wapen van Makkum? Dus welke afbeelding staat afgedrukt op het wapen van Makkum? Nou, als u denkt het te weten, dan stuurt u uw briefkaart voor 7 juli aanstaande naar de Tros, te land, ter zee en in de lucht, postbus 28150, 1202 LD in Hilversum. En uit de goede antwoorden trekken wij dan een winnaar, en die is met haar of zijn partner een weekend geheel verzorgde gast in Makkum. U logeert in dit fantastische hotel aan zee. Het is gelegen aan het uitgestrekte recreatiegebied van de gemeente Woenseradiel. U krijgt alle gelegenheid om op de fiets de omgeving te verkennen, en u brengt bovendien een bezoek aan de beroemde aardewerkfabriek te Makkum. Daarnaast wacht u nog enkele verrassingen. De winnaar wordt volgende week na de uitzending van Te Land, Ter Zee en in de Lucht bekendgemaakt. Deelnemers, opgelet. Voorbereidingen en van het tochtje door Makkum, maar kijken of ze ook succesvol zijn met dit tochtje. Het is voornamelijk van metaal gemaakt, het loopt op autopetwielen en het gaat mis. Ai, 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 ai. En waar gaat het nou precies mis? Die kleine voorwieltjes, kijk, die ene heeft al een slag gekregen. Daar gaat het een beetje mis en dan, ja, gaan ze tegen het randje. En dan is het helaas over en voorbij voor deze deelnemers uit Makkum. De volgende deelnemers zitten klaar en die hebben er ook verschrikkelijk veel zin in. Sjoerd Pauwels komt uit Siemengewald, 17 jaar oud is hij. En hij komt wat moeilijk op gang, dit voertuig. Maar voorlopig gaat het heel goed. Kijk eens, dat gaat heel solide. En ja, nu gaan we kijken of je ook gaat remmen of je ook gaat stoppen, en dat gaat goed. Maar ze zijn iets te bang geweest om bij het einde te komen. Ja, dat duwen heeft niet zoveel zin meer. Ze komen er gewoon niet en dat is jammer. Ze kijken teleurgesteld en dan toch nog even de duik. Jan Ikema wordt bijna geplet door de deelnemers en ook bijna gaat iemand uit het bootje onderuit. Maar dan komen we tot de eindconclusie die aangeeft dat ze 2,50 meter van het einde zijn beland. En hier kijken we weer naar een videootje. Een videootje die uit Harderwijk is opgestuurd. Het is een videootje van Gerrit Foppen. Samen met zijn vrouw Betsy is hij enorm bezig geweest. Vrouw Betsy moest het een en ander naaien en dat zien wij nu allemaal tot uiting komen in deze prachtige octopus. Kijk eens, het beweegt ook. En dan wordt het allemaal zwart gemaakt. Het ziet er levensecht uit. De mensen moeten zich helemaal kapot geschrokken zijn daar. En hier ook een beetje, want het beweegt allemaal en het ziet er onvoorstelbaar mooi uit. De mensen op de kant kijken bewonderend toe naar deze deelnemers die op die kleine wieltjes over de rand heen gaan. Nee, net niet. Dat blijkt toch een probleem. Die kleine wieltjes zijn niet altijd even geslaagd om aan de overkant te komen. De inktvis van Gerrit Fop uit Harderwijk, weliswaar in het water gelazerd, maar wel door de jury uitgeroepen als genomineerde voor de originaliteitsprijs. Hein de Korte, kun je even jouw keuze voor dit ontwerp toelichten? Nou, ik vind dat zij bijzonder creatief te water gingen. Maar dat wist je nog niet op het moment dat jullie de zwaailichten lieten zwaaien? Nee, dat is waar. Jullie waren eerder dan de pons. Nou ja, verder, het ding beweegt gewoon en het blijft ook nog bewegen onder water. Dit ding gaat gewoon hele hoge ogen gooien, dat zie ik. Deelnemers, attentie. Kijken ook of dit hoge ogen gaat gooien. Het ziet er in ieder geval hoog uit en ik heb geen idee waarom dat wiel voorop zit. Dat zou een beetje wind moeten vangen. Ja, ze hebben daar verschrikkelijk over nagedacht. Maar ze maken in ieder geval tot nu toe de mooiste afsprong van alle deelnemers. Kijk eens, hopza, Daphne Jongejans en de broer.
De vakopleiding Scheepsbouw Harlingen maakte dit prachtige voorwerp. Het voertuig is door de eerste en tweedejaars gemaakt. Het is een schaalmodel van het afstudeerproject. En kijken of dat ook allemaal goed functioneert. Nee, dat gaat niet goed. En waarom gaat het niet goed? Dat kunnen we heel goed zien in de slow motion. Let maar op. Op een gegeven moment bij het opkomen van de houten brug, er is het linkervoerwiel dat wegslaat en het rechter dat er dan afgaat. En dan is het voorbij. Deelnemers, attentie. Dit zijn twee broers uit België en die gaan het proberen. Die zien er niet echt heel veel vertrouwen uit. Maar kijken hoe het gaat lukken om naar de andere kant te geraken. Kijken en kijken, dat gaat heel goed. Maar te kijken moet er ook wat er gaan sturen. En dan moet er een mannetje achterop gaan zitten. Die moet een beetje hup zijn. Dat gaat mis. Kijk naar die achterste broer. Die wil niet de natte neus. Dat wil ik niet, man. Jongens, vertel. Wat hadden jullie nou precies in gedachten? Ik dacht, ja, we gaan opstijgen, maar die mensen die gingen maar niet uiteen. Hè? Dus ik zeg, ja, wij moeten in het water komen. Dus. Deelnemers, opgelet. Bert van den Burg met zijn maatje komt uit Veghel. Hij wil net zo lang meedoen tot hij een keer wint. Dus misschien in 2015 dat het goed gaat. Of gaat het nu al goed? Nee. Ja, dan kan je heel lang meedoen hoor. Jongen. Het gewicht achterop lijkt een beetje te zwaar. Prachtig mooi die. Kijk, die gaat er ook bij liggen. Dan zakt er ongeveer 95 kilo door zijn hoeven. En dan ben je gezien. Ja, kijk. Die serieuze gezichten. Zij gaan er weer voor. Nog steeds staat als beste resultaat 59 centimeter van het einde. En hoe gaat het met deze ploeg? We zien het van ver. Mooi shot. En dan kijken. Ach, nou mo. Dat is snel. Jongen. En nat.